voor? Hi, ik ben Lola en ik ben 15 jaar oud en ik zit op het Varendon College in Zomeren. En ik mag deze 2 weken stage gaan lopen bij Lieke. Lola gaat en wij mee op pad. We zijn onderweg naar Roosendaal, naar mijn familie. Want Sophie is jarig en ik ga naar haar kinderfeestje. En dan ga ik sminken, glitter smeren, alles. Maar Sophie wilde heel graag dat ik bij haar in de klas over mijn werk ging vertellen. Omdat ze zo trots is op mij en dat ze het allemaal leuk vindt wat ik doe. Daardoor heeft ze gevraagd, of ja, mij uitgenodigd in de klas. En daar gaan we nu naartoe. Ik heb helemaal wagen vol geladen. Glitters, airbrush, nepbloed, wonden. Ja, wij gaan de kinderen dus vertellen wat ik allemaal doe. We gaan ook vloggen. Dus jullie gaan het allemaal zien. En ja, Lola gaat filmen, ja, assisteren en meehelpen. We zijn gearriveerd in Roosendaal. Wij gaan uitpakken, want wij hebben nog heel wat te doen. Zo, de kinderen zijn er allemaal blij volgens mij, of niet? Ja! Ja, en we zijn weer op de volgende locatie. Deze knappe dame is morgen jarig. Hoeveel jaar word je? 11. Het is mijn familie. En wij gaan een unicorn party, / glitter, glamour, alles. En Lola is er ook bij. Ja. Nou, ik ga nu even een unicorn vlecht maken. Tada! Yes, daar zijn we. Terrabakker. Ik heb 4 uur slapen. Top. Maar we gaan knallen. Examen, bodypaint. Ja, yeah, ik ga het zo heel mooi proberen te filmen. Maar ik moet natuurlijk wel even onder druk werken. 5,5 uur voor een volledige bodypaint.
Ja, kijk even jongens. In de kleine letters, wat jullie meestal dan niet zien, maar dat staat echt mede mogelijk gemaakt door Kim Wensveen. Ja. Heel goed afgelegd door Kim, anders had je niet gehaald, staat er. Oh my god, lieve mensen, rij nooit te hard. Ik sta hier op de A50. Ik was zwaar in shock, want ik zie gewoon een ongeluk gebeuren. Voor mijn neus. Die jongens reden iets te hard, denk ik. En het is nat op de weg. Maar ze hebben het overleefd. Ik had 112 gebeld, alles is oké. Dus ik ga nu snel naar huis, want ik ben echt moe. Slaap lekker. Ah, yes, aangekomen. Hi. Een nieuwe gein bij Tera Bakker. Privélesje van 2 uur. Die zat nog inbegrepen bij mijn cursus. Ik ben wel geslaagd, maar kan nog eventjes 2 uur knallen. Hey, hallo, hallo, hallo. We zijn hier bij Ratatouille in Heze van mijn vriendin. En zelfs hier ben ik aan het glitteren. Wow. Nog een kindje. Kijk. Dit wandje is nou geschilderd en dan ga ik mooi glitters in blazen. Oh my god. En ze vindt het nou nog leuk, maar zij gaat mij vervloeken. Heel het jaar ziet zij die glitters. Yes. Aangekomen in Rotterdam. We zijn aan het shooten voor Killer Bees. Samen met Jip. Echt, je moet die meiden zien. Super. Ja. Oh my god. Kijk die shine. Nu, let op. Mijn vader is hier vandaag geweest. Ik ga het je laten zien. Een schommel geplaatst. Wel eens waar in mijn woonkamer. Nou heb ik geregeld dat er morgen dus een hovenier komt. Gertjan Renders uit Hezen. Vandaar, of daarom ligt het afdekcel hier. Hij gaat hier dus een graszode leggen. Jullie gaan het dus allemaal nog zien en meemaken. Maar dat gebeurt allemaal pas vrijdag. Dus morgen nog even werken. En dan hoop ik dat het plan wat ik in mijn hoofd heb echt geweldig gaat worden. Iedereen verklaart me voor gek. Nou, ik ga slapen. Doei! Yes, 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 yes. Klokgebouw Eindhoven. Wij zijn aan het werk voor BMW. Daar komen de ladies aan. Killerbees, Killerbees. Yes, hallo. Hallo. Are you ready? Jazeker. Let's go. Dan is mijn verzoek aan jullie als die auto's naar buiten rijden. Oh. En nu ga ik naar boven. Mijn glitters pakken, want wij hebben straks 1 uur de tijd om die meiden te bodypainten in het goud met glitter. Dus ik ga even een afdekseltje pakken. Dus ik ga even alles pakken en klaarzetten, zodat we binnen 1 uur al die meiden kunnen glitteren. Oh my god. Alles klaargezet voor de bodypaint van de Killer Bees. Look at the shoe. Mag ik even instappen? Nou, top. Oh, wat leuk.
I'm on my way home. Whoop. Oh yes. Doe jij dan? Ik krijg hem er niet uit. Die doen.